kent ze misschien wel. De kleine tekeningetjes bij Google. Doodles heten ze. Welk kind kan die het best maken? 30.000 tekentalenten deden mee aan de wedstrijd. Teken een doodle met Nederland als thema. En er is een winnaar. Leuk je eigen doodle op je t-shirt. Maar vandaag waren ze ook te zien in Madurodam. De doodles hadden als titel Mijn Nederland. Dus dat paste heel goed tussen de kleinste schepen, treinen en gebouwen van Nederland. Ik heb een leeuw gemaakt. Ik weet eigenlijk niet waarom dat bij Holland hoort. Maar... En een klomp aan de tulpen aan de molen. Bij de G heb ik het Amsterdamse Paleis heb ik gemaakt. Ja, bij de O heb ik de duinen, omdat ik toch... Nederland strijdt nog steeds tegen het water. Nou, ik heb een kenteken gemaakt, een nummerbord. En dat komt denk ik een beetje omdat wij een transportbedrijf hebben. Wat is een doodle eigenlijk? Ja, een doodle is dus een soort aparte tekening volgens mij van Google. Ja, en ze zijn bedoeld om het woord Google soms wat op te vrolijken. Rond de feestdag, het weer of deze, die zou er net nog op kunnen. Michael Lopez is de maker. I'm the doodler at Google. I create the doodles for Google. First, I begin with a rough sketch just to outline the images and the basic shapes of the image. And after I'm done with my sketch, I start to add color. We like to have fun with the doodles. We like to experiment and do a bunch of fun and quirky things. De Elfstedentocht doodler is klaar. Dan kan Michael mooi even kijken naar een paar doodles van onze jonge ontwerpers. Oh, I think it's very good. The things I like most about the doodle, in fact, are the colors. It's a great representation of Holland, a really good doodle. This one I really like, and it's something that's distinctly Holland. Wat als jij nou wint, dan komt hij een dag lang op internet staan, hè? Ja, heel leuk eigenlijk. Zo raar, want hij komt toch op Google en daar bezoeken toch heel veel mensen die site, dus dan is dat op zich best wel raar. 4, 3, 2, 1, ja, dit is een... Raar of niet, ze zal eraan moeten wennen, want de doodle van Joska heeft gewonnen. En later op de avond kun je de doodle van Joska zien op internet.